muziek. De buitenhoog van achter. Bonuin, anders worden we eens aan. Jongens, maskers en kadijtjes, welkom bij Mariette voor de fluisjes in Brussel. Zeg, hoe blijft de Jean? Dat is toch mijn achose. Ik heb nog gezegd dat hij op tijd moest zijn voor de reunion van de kopijs. Ja, hij zal misschien een appartement gehad hebben met zijn taxi, maar je weet wel dat dat goed is. Zeg, mijn vrouw verleiden wijk. Zeg, zei ze, wil je aan het gedaan om toch een grote garage? Maar ik zou moeten commissies doen in Brussel. Ja, ga ze wat op zo. En ik ben zeer, zeg, Joker, zou ik niet geven zo'n een gele grote notuimen met van alles erop en de gewoon een chauffeur in kostuum. Ah ja, zei ze. Ik zeg, wel pakt een bus. Ja, zijn nog zo'n beet, Ik heb me gewoon tijdig gekomen naar Eddie Flik. Ja, dat was het. Dan is Flik in Anderlecht. Ja, hey. Ja. En hij had ons stuurt verteld. Ho, ik kon hem al nu vertellen dat hij stuurt. Ja, goed. Dus Eddie Flik is Flik in Anderlecht. En na de weekend, Anderlecht heeft gespeeld. Voor doorgeleid, hij is daar dagen gewonnen. Hè? Ja, want je echt gewonnen heb je? Ah, bon, ça va. En dus Eddie Flik dus een tournei, hè, de weekend, na de weekend, maandags. En daar zit toen een keer een madame Rai Parvelo. Met op haar achterste, op haar portbagage, een grote zak. En op haar guidon, in haar rannen, ook een grote zak. Oh, dat is nagevoerlijk, want ik heb dat ook al vergat. Dat is dangereus, hè, Mariette? Ah, ja. Bon, Eddie Flik, zijn conscience als Flik, hij zei, hij moet tegenhaven, hè. Hij pakt zijn vloot. Ja, ik wist dat gaas u zat reageren, ja, hè. Ja. Hij pakt dus zijn vloot. Vloot! Maar, ding is... Ja, maar bij zijn man moet kwasees gaan. Ja, allee, bon. En die madame stopt dus, hè, en hij gooit bij madame en hij zei, madame, wat dat ga je nou om te doen, dat is wel nog dangereus, hè. Met die twee zakken, hier op haar portbagage, hier een guidon in de handen, dat is hier dangereus. Ja, ja, madame. Ja, meneer Nagent. Ja, meneer Nagent, zei hij, madame. Ik weet het. Het is dangereus, ik weet het. En die Flik komt op haar en hij zei, ja, maar wat zit er dan in aan de zak? Wat zit er in aan de zak? In de handen. Ja, zei hij, madame... Dat zit vol met stukken van 2 euro's. Oei, oei. Dat pik je toch van? Nee. De net die Flik zei, ja, maar van waar komt het door mij? Ze gaan misschien maar dan pipi in een café of wat? Hè? Dat kunnen, hè? Nee, zei hij, maar dan uurt gewoon te expliceren. Ik woon, zei ze, dicht bij de staat van een ander ligt. En altijd dat ze... Moet je wel iets invullen gaan? Nee. Ja, maar dat is een kastaar, zo. En hij zei, wat is dat dan? Nou, hoe komt het dan? Hij zei, ik huur vlak naar de staat van de Anderlecht en het was match geweest deze weekend. En als het match is, dan komen door hier veel supporters, verbama stroot, en die mannen hebben al een beetje gedronken. En wat moeten die doen? Een pisje doen, hè? Ja. Wacht. En die gasten, zei hij me dan, die komen altijd pissen in mijn hof. Pas op, zei ze, ik heb een schuur. Ik heb een schuurhofje tussen de trottoir en mijn hoes. Met schuurbloemetjes, de iergoos van jij. Hè? En die mannen die komen hem op pissen op mijn bloemen en melden aan dat ziet van dat been zo woest. Dat zou ik ook niet kunnen bijnachten. Voilà. Bon. Dus zei hij vrouw, mijn naam heeft ze opgevonden. Ik was een schuurhonig meug, heeft ze gezegd. Zij dan een secateur gekocht. Ken je toch een secateur, hè? Ja? En zei ze, ik heb maar in mijn hof gezet, achter mijn oog, de dag van de match, en als ik zie, de eerste, deze een pissewiet uit haar oog stikt, heb ik ze een pissewiet vastgepakt, in mijn secateur, en ik heb gezegd,
En als je na niet direct 2 euro's betaalt, dan sla ik hem af. Goed, kiki. Goed, hè? Goed, hè? Bon, het is flik, hè? Zeg, nou, dat is goed, hè? Dat is goed gevonden. Dat is hier gewoon gevonden, madame. Maar... En dan bezees je niet in de envelop. En in de een tweede zak, wat steekt er dooi in? En die madame... Ook nog euro's steken? Nee. Af dat vast. Nee, madame, een klein beetje aan de tijd, zo, hè. Hier stilletjes. Allee, ik zal na niet stilletjes spreken, anders jullie maar niet, hè. Just, hè. Maar zij is zo... Ja, een beetje aan de tijd, zo, hè. Je zei nee, hè. Ja, meneer de agent, zei ze, maar... Je moet verstaan, hè. Ze betoelden alle monissen, hè. Maar dat is toen de kalomte, maar de salon coiffure. En dan hij een tik nerveus. Wat voor een tik nerveus? Een tik nerveus, al linker uur. Oei. En dat trekt precies altijd uurtjes bij het klein huis. En hij zei tegen Max dat hij verlust, gewoon zijn zet hem als voyageur commercial. Oei. Dat is vertegenwoordiger. In het schoen vlom zijn. Anders vertegenwoordigen. Ja, ja. Anders vertegenwoordigen. Ja, ja. Ja. En hij zit bij de chef de personeel. En de chef de personeel zijn. Ruimde schoenen, cv, curriculum vitae. Juist. Voor een dubbele references. Een schoene diploma en van alles. Allee, om alle reizemaal zijn. Wel, ik heb een tip. Om alle reizemaal zijn. Ja, je moet dat verstoen zijn. We zijn een serieuze firma. Met zijn een dik nerveus. Dus dat wil. Potentiële klanten die kunnen waaier zetten, maar ze zullen voyageur blijven leiden zijn. Jongen, wacht zijn man, ik kan om dat is schop gedoe zetten. Als ik 2 aspirine pak, is dat terecht gedoe. De personeel is dat moe zetten. Dat pas al in zijn eigen verdoemen als dat pijn, dat kan zetten. Met mijn cv, zijn referenties, ja, dat lukt niet gezien. Maar die klant, dat schiet in zijn zakken, begint wel eens bij te toelen, leidt dat op hun bureau. Een condom. Een kapot aanglijzen. Nog een condom. 2 condoms. Eén in blauw, één in truut, één met de smoek van chocolade, één met de smoek van banaan. Allee, voor ieder mokje een smokje. Het is niet dat je de persoon dat met z'n ogen daar bezeten ze. Amai, zei het, dat is toch niet te doen, hè. Ja, wat zei hem? Ja, dan vindt hij 2 aspirine. Slikt hij in, sloeg ze woorden van dat bureau. Geen 5 seconden te doen. Geen klein duinje meer. Niks niet meer. Absoluut niks. Maar het personeel. Dan bij zee, met z'n nugen. Zij het jammer dat ze wel juist zetten, omdat je geen tik meer veunen meer hebt. Maar met dat verstoen ook zetten, want ze zijn een serieuze firma. Kan die toch moeilijk helemaal dan embauchère zijn? Zijn vrouw was het gelijk als gaas. Kijk al dat kapot aan glissen in zijn liggen. Dat goed toch niet. Jammer meneer, zei het, maar ik verstoen dat wel. Je moet dat verstoen zijn. En hij is met zijn diepe zucht met de kalant. Als ik naar de apotheek gegooid zei hem. En ik vroeg een dusje aspirine. Een dusje aspirine. Ik had precies een serieuze capillafuur, hè, Sma? En die gaan gebatterd of wat? Maar zwaarder, ja. Als Georget vertelde me dus beter dat hij moet maken op logeren. En wat heeft dat te maken met een blessure? Ja, maar ze vertelde dat juist als het maar ons scheren was. Zijn er gewoon liggen gehad, hè? Ja, ze, maar ik heb mij gisteren liggen gehad, hè. Ja, vertel. Ja, meneer. Ik heb mij goed liggen gehad. Ja, je weet dat ons Georgette regelmatig zit te bellen om te weten hoe dat zal, hè? Ja. Ja, we moeten controleren. Controle. Ja, gendarm. Gisteren, op mijn gsm dat goed. Ik pak hem, ja, het was een zij natuurlijk, hè. Ja, en zij zei, ja, je kent ze met een volle neer. En wil ga ze volle klotten. Hoe zit dat gewoon? Ja, Sjoke, zeg ik, heel kalm. Weet je nog, die schoen bijouterie, hoe dat je daar schoen een diamanten ring hebt gezien met al die brillants. Hoe dat je direct verliefd op wordt. Oh, dat was. Maar, hoe dat je het geld niet had op dat moment voor te kopen. Ja, zei ze. Allee, ze was al precies, ze was chantie. Een beetje... Ja. En ik zat er dan bij,
En hoe dat ik ook gezeten, dat vroeg of vloed dat het, dat, dat via zou zijn. Oh, dat is chic, hè? Zullen hier een schone diamanten ringen? Ja, ja. Ja, Sjoeke, zei ze dit. En nog een klein beetje geneid. Ja, ze was precies al terug aan mijn huis. Nee? Ah, wel, zei ik. Ik zit in de café, doe even. Ik ken en ik weet dat hem voor mij heel getrouwd is. Ah, ja? Komt daar mij in iedere keer vertellen dat hem goed divorceert. Ja, nee, dat is tegenwoordig gewoon. Dat gebeurt nogal veel tegenwoordig. Welkom, dat in, is, de, hey. Welkom in de club, hè? Ja, dat, ja. Dat is juist mijn fediveer. Hé, maar wacht. Ik zeg, zij ontzieberen of wat? Ga zet nog maar juist hier uw getrouwd en ga spreekt al van te divorceren. Oei, dat is grap, hè? Schitter het mij al, graf. Ah, ja. Ik zeg, is ze niet proper of zo? Doet u zo snag proper. Op een jagen en in een oorzaam. Geen probleem, zeg. Die kosten van s'morgens tot s'avonds als ik haar niet moest tegenhalen. Wij, dat is madame Proppen. Ja, dat is madame Proppen. En wel zeg ik dan, wat hij dan te kloegen? Ik zeg, ah, kan ze misschien geen ei te moeken. Ah. Paske, hè? Ja. De liefde van de man gaat door de macht. Voilà. Ja, macht. Hier zit de kukje gelijk als de beste. Dat is een echte kuikenprinses. Oh. Wanne, elke noemen, dan zei hij, wanne heet een diner gastronomiek. A la comme chez soi. Ah, ben je zwart? Ah, nee, niet bij mij. Bij mij is geen gastronomiek. En pas op, hè, voor die vuil geld, want ze is nageconomiek, hè, denk je op alles bij de Aldi. Oh, ja. La familie Alqua. Voilà. Je moet er toch niet doen schillen, hè. Ja, dat mag jij niet doen, hè. Ja, maar jij... Ik zeg, maar na verstoek er toch de ons aan botten van, hè. Ja. Dan maak je, in ieder geval maar naar Frank, maak je dat hij het mis is in bedden. Ja. Ik zeg, is in bedden ja. Niet geur misschien? Weet wat hem zei? Nee. En wel, dat is just. Dan zijn er die zeggen van niet en dan zijn er die zeggen van dat was dus eigenlijk een impressie, een klein stukje van Van Waardegom brengen in culturele centra, als ons vroegen natuurlijk. Hè. Culturele centra, gemeenschapscentra, rusthuizen, homes, trafiesten, scheidingsfiesten. Ah ja. Allee, op alles wat je wilt. Hè. Op het moment dat ze langer als een jongen van hier blijven. Ja. Voilà, voilà. Blijf gerust zitten als je echt wilt met ons eens tracteren, maar gezellig verplicht.